Morgen gaat het weer beginnen. Ja, morgen gaat het eindelijk weer starten. We hebben een voorbereiding gehad van ongeveer 2 maanden, denk ik, zoiets. En je werkt uiteindelijk toe naar het begin van de competitie. Dus ik en alle andere teamgenoten zijn hartstikke blij om morgen weer te starten. Maar kwam de zomerstop voor jou niet op een slecht moment, aangezien je net een basisplaats veroverd had? Ja, achteraf gezien zou je dat misschien wel kunnen zeggen, maar je hebt nog een hele voorbereiding te gaan. Dan moet je de trainer weten te overtuigen en ik hoop dat ik dat heb gedaan. Ik hoop te gaan starten. En heb je het idee dat dat gelukt is? Hoe is nou je gevoel na die voorbereiding? Ja, mijn gevoel is goed. Met name in het begin is het vooral tegen de amateurclubs is het conditioneel echt opbouwen. En met name systemen en zo voor de nieuwe spelers. Om het allemaal even puntje op de i te zetten om dat erin te slijpen. En ik ben verder, voel ik me goed, ik voel me fit. Dus ik ben er klaar voor. En je hebt natuurlijk ook een goal gemaakt tegen Brugge. Je hebt een aantal leuke wedstrijden gespeeld. Geeft dat een extra goed gevoel? Ja, natuurlijk. In de voorbereiding wil je natuurlijk zoveel mogelijk scoren, zoveel mogelijk minuten maken. Maar uiteindelijk zegt dat niks van hoe je de eerste competitiewedstrijd gaat starten. Maar het geeft wel een lekkerder gevoel, dat moet ik je wel aangeven. Maar ja, ik geloof in mijn eigen kwaliteit, ik heb vertrouwen in mezelf. En ik denk dat dat de basis is van de goede prestaties die moeten gaan komen. En dan hebben we het nu over je eigen prestaties in de voorbereiding. Hoe is je gevoel over de teamprestaties? Ja, eigenlijk wel hetzelfde. Zoals ik al eerder aangaf in dit interview, is het met name in het begin systemen erin slijpen en puntjes op de i zetten. En dan ga je uiteindelijk toewerken naar een hogere kwaliteitsniveau. En ik denk dat dat wel, we zijn er gewoon klaar voor. Daar ben ik 100% van overtuigd.